En we blijven even bij de Amerikaanse politiek. Want Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat er naar bredere steun aan Oekraïne moet worden gekeken. Met de Amerikaanse verkiezingenopkomst waarschuwt hij voor Trump aan de macht. Want, zo zegt Blinken, dan moet er voldoende vervangende hulp voor Oekraïne zijn. Want Trump wil de steun aan Oekraïne stopzetten als hij president wordt. En we weten dat J.D. Vance, zijn VP, er niet heel veel anders over denkt. We gaan naar Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Ivan. Is dat inderdaad een realistisch scenario, dat als Trump wordt gekozen en in januari daadwerkelijk president wordt, dat dan alle Amerikaanse steun aan Oekraïne gewoon in één keer wordt stopgezet? Nou, het zal in ieder geval een heel stuk moeilijker worden om dat voor te zetten. Want ja, inderdaad, zowel Trump als Vance hebben aangegeven dat die de oorlog willen beëindigen en liefst zo snel mogelijk. En dan is het maar net de vraag wat voor een toestand voor Oekraïne er gaat ontstaan. Het is wel interessant dat Trump afgelopen week met Zelensky heeft gebeld. Waarbij Zelensky natuurlijk de kans heeft gekregen om zijn standpunt voor wat betreft het einde van die oorlog aan Trump voor te leggen. En waarbij blijkbaar ook is afgesproken om op het moment dat Trump verkozen wordt om de tafel te gaan zitten, ja, samen met de Russen. Maar goed, dat gaat wel een lastige klus worden. Mm. Want het Kremlin heeft nog maar weer eens aangegeven dat ze hun maximalistische standpunt, en dat betekent eigenlijk het einde van de staat Oekraïne, niet zullen laten varen. Mm. Dus dat wordt wel een uitdaging. Ja. Denk jij dat Trump enige invloed kan hebben? Oh, sorry, dat Zelensky enige invloed kan hebben op Trump? We hebben in het verleden gezien dat Zelensky nog met Mike Johnson heeft gebeld. En toen was er ook wel wat beweging in het Huis van Afgevaardigden. Dus nou ja, misschien dat hij nog de urgentie kan overbrengen. Ja, dus ik denk dat hij die kans ook heeft benut. Afgelopen weekend was het, geloof ik, het telefoontje. Mm-hmm. We moeten even afwachten hoe dat gaat uitvallen. Ja. Dat weten we niet. Kijk, okay. Het is maar de vraag natuurlijk of Trump wordt verkozen. Hoewel de kans groot is. En dan moet er natuurlijk een beleid ontstaan aan de kant van de Amerikanen. En ja, dan is het maar net de vraag hoe Oekraïne daarin past. Ja, oké. Okay. Blinken zegt dus eigenlijk met zoveel woorden tegen Europa: joh, bereid je voor op hulp aan Oekraïne zonder ons. Stel, over een half jaar zou dat zover zijn. Zouden we dat dan kunnen in Europa? Ja, dat is de grote vraag. Want betekent dat het gevoel van urgentie in Europa moet toenemen voor wat betreft de positie van Amerika. Zelfs al zou, in de oude situatie, al zou Biden worden herkozen of misschien wel Harris worden verkozen, dan is het maar de vraag of de Amerikanen veel speelruimte hebben, de nieuwe president, de democratische president, veel speelruimte zal hebben om die steun te blijven voortzetten. Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat er tegelijkertijd een congres bij wordt gekozen, wat voornamelijk republikeins is. En dan wordt het natuurlijk knap lastig. Want tegelijkertijd met de presidentsverkiezingen wordt de helft van het congres ook weer verkozen. Ja. Dus ja, dan kan het, zeg maar, in het parlement dus de verhoudingen heel anders liggen. En we hebben al afgelopen jaar gezien hoe moeilijk dat is in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zitten, die gewoon in staat zijn om alles tegen te houden. Dus ja, dat is een beetje onzeker. Ja, maar die urgentie moet dus verder omhoog. Terwijl, ja, ik heb toch het idee, het gaat er ongeveer elke dag over. Iedereen weet ervan hier in Europa. Misschien is er ook wel een soort soms moeheid van, nou, die oorlog, wanneer houdt het een keer op? Maar het is nog niet genoeg dus. Nee, het is nog niet genoeg. Kijk, en dit leert ons wel, denk ik, dat we meer op eigen benen moeten gaan staan in Europa. Minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. Die kans bestaat ook wel. Er is afgelopen week een conferentie geweest in Blenheim, in Blenheim Palace, moet ik zeggen, in Engeland. En daar hebben alle Europese staten eigenlijk rond de tafel gezeten. Gesproken over hoe nu verder. Hè? Dus niet alleen de EU-leden, zeg maar, maar ook niet-EU-leden. Op initiatief van Frankrijk was dat. En men wil dat vaker blijven doen. Dat is al een keer eerder gebeurd. Maar eens kijken waar men uitkomt. Want het is wel heel urgent geworden, zeg maar, dat Europa zelf zijn eigen boontjes gaat doppen. Nou, de kans bestaat dat gaat lukken. Want je ziet met name dat binnen de NAVO de Europese tak veel sterker is geworden met de toetreding van Zweden en Finland.
Dus wie weet waar dat uitkomt. Ja. Het zou goed zijn als dat zou gebeuren. Maar de klok die tikt. Dankjewel, Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.